Het eindexamen geschiedenis voor VMBO begint met de periode 1848-1914. En dan kijken we vooral naar Nederland. En aan het begin van die periode heeft de koning in Nederland heel veel macht. En om dat een beetje te begrijpen gaan we eerst nog even een stukje verder terug in de tijd naar het jaar 1815. Want vanaf dat moment wordt uh, het Koninkrijk der Nederlanden namelijk een constitutionele monarchie. En die staan onder leiding van koning Willem I. Die we hier zien. En we zien dus dat het Koninkrijk der Nederlanden op het kaartje rechts. dat dat groter is dan uh, het Nederland zoals we het nu kennen. Want ook België en Luxemburg horen daarbij. Maar goed, wat is dan een constitutionele monarchie? Nou ja, een constitutie is een grondwet. En een monarchie, dat is een koninkrijk. Dus een constitutionele monarchie. is uh, een land waar de macht van de koning is vastgelegd in de grondwet. Ja, en in die grondwet van 1815 had de koning heel veel macht. Zo mocht hij bijvoorbeeld uh, de besluiten die de ministers namen, mocht hij eerst nog goedkeuren. Dus als er een voorstel was voor een wet, nou, dan zei de koning uiteindelijk of die wet er ook zou komen. Uh, de koning die mocht ook de leden van de Eerste Kamer benoemen. En ja, die koos er vooral voor om daar uh, vrienden en kennissen van hem neer te zetten, mensen die het met hem eens waren. Hij mocht ook de besturen in de provincies benoemen. En hij kon zowel de Eerste als de Tweede Kamer, het parlement, kon hij naar huis sturen. Als hij het niet met z'n eens was, dan kon hij ze gewoon ontslaan. En al dit soort zaken waren dus vastgelegd in de Constitutie, in de Grondwet. En je ziet dus dat die macht van koning Willem I, dat die heel erg groot was. Onder zijn zoon Willem II zal dat gaan veranderen, maar daar zullen we in de volgende video's naar gaan kijken.